Hallo allemaal. Ik kan er vandaag helaas niet zijn, dus doen we het maar eventjes op deze manier. Even een filmpje, 10 tot hooguit 15 minuten. Even kort een samenvatting, een hele korte samenvatting van module 1. Even op een rijtje wat je allemaal moet kennen en kunnen en hoe je dat het beste kunt leren. Ik hoop dat je al een beetje op het punt staat om te beginnen of misschien zelfs al begonnen bent. Zo niet, dan is er al hoogste tijd om te gaan starten met leren voor die module, want het is een hoop stof. Nou, we lopen er eerst even snel doorheen. Ik heb geprobeerd alles samen te vatten in zo min mogelijk zinnen. En je zou kunnen zeggen, hoofdstuk 1 gaat eigenlijk over wat gebeurt er allemaal in de stad. Wat doen we allemaal om de stad leefbaar te houden? Hoe ziet zo'n stad eruit? Hoe is zo'n stad door de jaren heen ontwikkeld? En dingen als stadsvernieuwing, sanering, renoveren, restaureren, dat zijn de dingen die dan voorbij komen, maar ook hoe is zo'n stad ontwikkeld. Tweede is, wat gebeurt er allemaal met de bevolking? En bevolkingssamenstelling, ouderen, jongeren, is het, wat doen die mensen dan? Hè? In wat voor sectoren werken ze? De beroepsbevolking, hoe ziet die eruit? Je kan je voorstellen dat als er veel ouderen zijn, dat er vooral veel behoefte is aan oudere woningen, misschien wel bejaarde woningen, zorgvoorzieningen. Terwijl als je een hele jonge bevolking hebt, dan heb je vooral behoefte aan scholen en allerlei dat soort zaken, en speeltuinen. Dus ook op niveau in een stad, zelfs in een wijk, is het belangrijk hoe ziet die bevolking eruit en wat zijn dan de behoeften. Gezinnen zijn kleiner geworden door de jaren heen. Dat heeft natuurlijk ook een andere vraag voor de huizen. Dat betekent een andere vraag van huizen. Aan de ene kant meer huizen, maar ook ander soort huizen. De welvaart is gestegen, daardoor zijn er ook andere woonbehoeften zijn ontstaan. Nou, die dingen zijn allemaal heel belangrijk om te kijken van hoe gaat dat dan eruit zien. En natuurlijk ook niet onbelangrijk, waar wonen arme en waar wonen rijke mensen? Hoe ga je dat dan inrichten? Waar herken je dat aan in de stad? Enzovoort, enzovoort. Daar gaat eigenlijk hoofdstuk 1 vooral over. Hoofdstuk 2 heb ik samengevat in 3 vragen. De eerste vraag is, wat is welvaart? Wat is welzijn? En aan het slotte, wat is er veranderd rond welvaart en welzijn? Het tweede hoofdstuk gaat altijd over Europa. Dus dan wordt Nederland vergeleken met iets in Europa, een land in Europa, een plaats in Europa. Welvaart, nou ja, eigenlijk alles rond bruto binnenlands producten. Je zou kunnen zeggen wat een land verdient. En dat kunnen we ons delen door het bruto binnenlands product per hoofd. Dat is dus het gemiddelde inkomen, zou je kunnen zeggen, van van iemand in een land. Belangrijke vragen natuurlijk wat, waar en waarom daar. Dat zijn steeds aandachtskundige vragen die je jezelf moet stellen. Maar zeker bij dit is natuurlijk welvaart en wat, dat is natuurlijk logisch. Wat voor soort dingen hebben we dan mee te maken? Maar waar vinden we dat? Als je kijkt naar Europa, dan merk je dat in het noordwesten het heel hoog is. In het oosten BBP heel laag. En in het zuiden hangt er steeds een beetje tussenin. En dat geldt niet alleen maar over salarissen. Dat heeft ook met de werkgelegenheid te maken. Het heeft te maken met waar mensen werken. Oosten veel landbouw en industrie. In het noordwesten dus vooral diensten. En je zou kunnen zeggen, in het zuiden van Europa zit nog veel industrie. Ze zitten ook weer een beetje tussen. Als het gaat om inkomen, als het gaat om koopkracht, als het gaat om wat voor dingen die te maken hebben met economie en met geld. Dan zou ik kunnen zeggen, is elke keer een beetje dezelfde lijn. In het noordwesten, of in het westen, is het top. In het oosten is het niet zo best. En in het zuiden, dat hangt er steeds een beetje tussenin. Nou, met welvaart heb je ook veel te maken met welzijn, want uiteindelijk is je hebt geld nodig, maar dat geld dat heb je vooral nodig om fijn te kunnen leven. En welzijn gaat vooral over hoe je leeft, hoe mensen het naar hun zin hebben, of de gezondheid heeft daarmee te maken. Hoe heb je het geregeld met onderwijs, hoe heb je het geregeld met allerlei voorzieningen voor mensen, medische voorzieningen, enzovoort, enzovoort. Nou, om dingen te vergelijken kijken we dus niet alleen maar naar het BBP, maar ook naar het zogenaamde HDI, het Human Development Index. Oftewel de index van menselijke ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Die kijkt naar meer dan alleen geld, die kijkt ook naar volksgezondheid. En hoeveel procent van de bevolking
analfabeet is en dat soort zaken. Die kijkt dus eigenlijk veel breder en kijkt van hoe is het nou in een land geregeld allemaal. Het welzijn. Hoe gelukkig zou je kunnen zijn in dit land? Nou, dat is nog een groot verschil. Sommige landen scoren namelijk best prima met het bruto binnenlands product. Ook zelfs nog wel redelijk goed met het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Maar scoren toch heel slecht op het HDI. Omdat ze bijvoorbeeld niet voor elkaar hebben dat iedereen naar school kan. Neem een land als Saoedi-Arabië. Daar is de helft van de bevolking gewoon gaat niet naar school. De vrouwen en de meisjes zijn nauwelijks opleiding gehad. In Europa is weer eigenlijk een beetje diezelfde indeling. Noordwesten, allemaal prima. Dan gaat iedereen naar school. We hebben ook genoeg geld om dat te regelen. Of de overheid betaalt het, enzovoort, enzovoort. Dat is dik, zit snor in dik van elkaar. In het oosten is dat een stuk minder. En in het zuiden bungelt er weer een beetje tussenin. We hebben het al een paar keer gehad over die verdeling. Maar je hebt ook veranderingen. Want aan de ene kant, dat oosten is misschien niet zo fantastisch. Maar die hebben de laatste jaren, eigenlijk zou je kunnen zeggen vanaf het einde van de Sovjet-Unie, vanaf de jaren 90, hebben die enorme ontwikkeling doorgemaakt. Die zijn misschien nog steeds, lopen ze achter op het westen. Maar ze hebben wel heel snel ontwikkeld. Het zuiden is niet zo snel ontwikkeld, is in sommige gevallen zelfs steeds slechter gegaan. Kijk naar een land als Griekenland, maar ook in Italië en Spanje. Die hebben veel meer te lijden gehad van die crisis en hebben daar nog steeds heel veel last van. Terwijl het Noordwesten, daar zit niet heel veel groei meer in. Maar dat kan ook niet, want we zitten hoog in de ladder natuurlijk. Sociale en economische ontwikkeling. Mensen zijn anders gaan denken over gezinnen, over het hebben van kinderen, hoeveel kinderen en wanneer ze beginnen met kinderen. Dat is allemaal behoorlijk veranderd. 50 jaar geleden gingen mensen heel jong trouwen, kregen ook al veel jonger kinderen. Soms al rond hun, ik weet niet precies wat toen de gemiddelde leeftijd zat, maar veel mensen rond begin 20 kregen toen kinderen. En tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd al richting de 30. We werken ook in andere sectoren. 50 jaar geleden hadden we nog veel industrie in Nederland. En daar 100 jaar geleden werkte het grootste deel van de mensen nog in de landbouw. Tegenwoordig werkt 3/4 van de mensen in de diensten. En dat zie je ook weer hetzelfde plaatje. Oost-Europa is dan wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met Nederland 100 jaar geleden. Zuid-Europa zou je kunnen zeggen is in sommige gevallen veel vergelijkbaar met Nederland 50 jaar geleden. En de rest van Noordwest-Europa is net als ons grotendeels al op een dienstenmaatschappij geworden. Het betekent overigens niet dat de landbouw niet belangrijk is. Er werken maar heel weinig mensen in, ongeveer 7% in Nederland. Maar ze zijn nog steeds goed voor heel veel inkomsten. Alleen het komt omdat we het anders aanpakken. We werken veel met machines enzovoort enzovoort. Dat is hoofdstuk 2 eigenlijk in een notendop zou je kunnen zeggen. Hoofdstuk 3. Kijken we altijd naar de rest van de wereld. En dat wordt natuurlijk vaak vergeleken ook weer met de situatie zoals je die al kent uit hoofdstuk 1 en 2. Ging vooral over Amerika. Hè? Amerika en Nigeria. De twee uitersten zou je kunnen zeggen. Een extreem arm land, maar ook een heel rijk land. Maar waar tegelijkertijd ook weer heel veel dingen lijken op dat Nigeria. Hoe zit het met politieke ongelijkheid in Amerika? En wat is de reden hiervoor? Dat zou je kunnen zeggen als een van de drie hoofdvragen. Wat is het verband tussen voedsel en ongelijkheid? Of voedselproductie en ongelijkheid? En wat is het verband tussen wereldhandel en ongelijkheid? In Amerika nog steeds veel ongelijkheid. De zwarte bevolking die nog steeds een achterstand heeft. En daar dus ook de gevolgen nog van ervaart. Dat heeft een maatschappelijke factor tot en met de jaren 60... 70 was er nog heel veel officiële apartheid in de Verenigde Staten, vooral in zuidelijke staten. Je misschien wel hoort van Martin Luther King en Malcolm X, dat waren mannen die streden tegen die ongelijkheid. En uiteindelijk is dat ook gebroken, is het officieel afgeschaft, maar voordat het natuurlijk helemaal echt eerlijke kansen waren, is in sommige staten zelfs nog steeds niet. Economisch, als je maatschappelijk achter blijft, dan blijf je vaak ook economisch achter. En dan is je politieke invloed ook beperkt. Dat merken zwarte Amerikanen nog heel sterk.
De geschiedenis daar een reden voor, maar ook de situatie nu. Als het economisch niet zo fantastisch gaat, dan mensen waar het slecht mee gaat, die hebben dubbel pech nog steeds. Nou, wat is het verband tussen voedselongelijkheid en voedselproductie? In sommige landen wordt heel veel voedsel geproduceerd. Denk aan de Verenigde Staten of ook aan Rusland trouwens. Die produceren heel veel voedsel. Zorgen daarvoor dat de voedselprijs laag blijft. En andere landen, arme landen, hebben daar dus hebben daar pech door. Hè? Want als je graanprijs laag is en je verbouwt een klein beetje graan als Nigeriaanse boer, dan levert dat op de wereldhandel niet zo heel veel op. Nou, steeds meer gewassen. De soorten gewassen maken dus heel erg uit wat je verbouwt, waar je van afhankelijk bent. Nou, er komt ook nog dingen als soorten honger voorbij, maar kwalitatieve en kwantitatieve honger. Nou, in Amerika bijvoorbeeld hebben ze geen kwantitatieve honger bijna. Mensen hebben vaak genoeg te eten, alleen ze hebben verkeerde dingen te eten. Dus dan hebben ze het over kwalitatieve honger. Terwijl in andere landen, als bijvoorbeeld Nigeria, wel kwantitatieve honger voorkomt. En dan heb je vaak ook wel kwalitatieve honger, want je hebt niet zoveel keus. Dan mag je blij zijn dat je iets te eten hebt. Wereldhandel en ongelijkheid. Nou, de wereldhandel die bepaalt heel veel. De prijs, wat dingen waard zijn. En daarin wordt dus automatisch ongelijkheid soms gecreëerd. Bovendien werpen mensen en landen soms allerlei handelsbelemmerende dingen op. Om te zorgen eigenlijk dat hun eigen markt veilig wordt gesteld. Alleen het nadeel daarvan is dat andere landen, arme landen vooral, niet kunnen handelen en drijven in rijke landen en daardoor dus eigenlijk altijd arm blijven. Goed, nou, we gaan snel door. Wat moet je allemaal kennen en kunnen? Uiteraard moet je de begrippen kennen. Leer die gewoon uit je hoofd. De processen die te maken hebben met armoede en rijkdom in Nederland, die moet je kennen. Europa, natuurlijk ook die processen en in de wereld. Probeer dat soort processen te begrijpen en voor jezelf uit te kunnen leggen. Als je het aan jezelf kunt uitleggen, kun je het vaak ook in de toets aan mij uitleggen. Nou, de oorzaken, hè? En uiteraard de gevolgen van armoede en van rijkdom. Weer steeds Nederland, Europa, wereld. Oorzaken zitten soms in het verleden of in de situatie, of in de huidige situatie of de aanwezigheid van grondstoffen, bla bla bla, dat soort dingen. De gevolgen, rijken worden steeds rijker en armen lijken wel steeds armer te worden. Dat is ook zo. Dat zijn bijvoorbeeld gevolgen. Nou, probeer dat wat specifieker te krijgen natuurlijk, maar dat ontdek je vanzelf. Wat moet je kunnen? Nou, je moet dingen helder kunnen omschrijven. Helder betekent niet lang en dradig, maar betekent ook veel te kort. Hè. Soms zien we één of twee woorden als antwoord, terwijl het dan staat leg uit. Leg het dan ook goed uit. Wat moet je meer kunnen? Nou, kaarten, grafieken en tabellen lezen. Maar dat kunnen jullie als het goed is al, want je zit niet voor niks in de derde klas. Hoe ga je het leren? Nou, dingen die je uit je hoofd moet leren, zou je WTS kunnen gebruiken. Moet je zelf weten of je dat wil gaan invoeren, maar dat is een handige truc. Maak nou samenvattingen. Leer jezelf nou aan. Samenvattingen van de paragraaf en van het hoofdstuk. Daar haal je vanzelf de belangrijke dingen eruit. Je kan ook zelf vragen maken en die beantwoorden. Denk steeds aan vragen als wat, waar en waarom daar. Lees alle teksten door. Ik blijf het herhalen. Ook bij de bronnen en waar dan ook. Lees nou al die teksten eens een keer door. Bekijk bronnen goed. Er zit heel veel informatie vaak in zo'n foto, in een tabel of een kaartje of een grafiek. Stel jezelf steeds die vraag, wat zie ik hier, wat moet ik hier mee, kan ik hier wat mee, enzovoort. Wat leer ik hier uit? Kun je heel goed op mee voorbereiden. Nou, mocht je dan nog dingen hebben die je niet begrijpt, stuur mij een mailtje of schiet mij aan. Maar misschien handig om even een mailtje te sturen waar je vastloopt. Kan ik je eventueel bij tijd nog eventjes antwoord op geven. Ik zou, als je nog niet begonnen bent, nu echt aan de slag gaan, want het is een hoop werk. En als je daar serieus mee aan de slag gaat, komt het goed. Als je dat niet doet, dan ben ik bang dat je het niet gaat redden.